Zo dames, gaan we deze keer even echt trainen. Okay. Want we hebben tot nu toe een beetje uitleg, maar nou gaan we gewoon even echt zweten. Oké? Okay? Jullie dan, ik niet. Nou, je begint nog goed zittend. Ja. We hadden het in de rijles nog even gehad over dat kruis aantrekken, zoals dat in de boekjes voorkomt. Hè? Gaan we met je voeten plat op de grond en dan een beetje naast de bal, dus iets meer alsof je paard rijdt. Yes. En dan breng je je bekken en onderrug helemaal in flexie. Dus je schuift eigenlijk je sibbenknols naar voren en je onderrug zo bol mogelijk erbij. En dan schuif je terug naar achter, maak je de rug helemaal hol. Yes. En weer helemaal naar voren. En kijk, die bal doet het eigenlijk al, hè. Je schuift op die manier met je sibbenknols die bal naar voren. En dat is eigenlijk ook wat je in de overgang naar galop wil hebben. Ja. Op het moment dat je hier blijft, breng je de boel letterlijk naar achter. En ook je paard zijn achterbenen naar achter. Doe je dit, met je benen aan, breng je paard onder je door naar voren, naar je hand toe. Dat is best wel goed om heel bewust dit te oefenen. En je kan er ook je onderrug mooi los mee krijgen. En dan doen we zakken, rechter sibbeenknobbel. Ja, ja, rechter. En de linker. Goed, en de rechter. En kijk, nou is leuk, want als jij nu er niet op let, zit je op die bal ook al een beetje zo. Dus dan, precies, neutraal. Als jij dan weer wil kijken, ja, maar wat is nou eigenlijk mijn neutraal? Nou, simpel, dan maak je jezelf helemaal bol, helemaal hol en dan laat je los. En dat is je neutrale positie, waarvanuit je dan nog een keer je bekken daar een kant en naar links, naar rechts, snap je? Op de bal liggen met je buik. Even op de mat, dat je met je knieën op de grond kan. Nou, ik doe het al even voor. Dat is makkelijker. Zo, je knieën naar de grond, laat je over de bal hangen. Doe je je handen bij je oren. Omhoog. Wat train je dan? Je backline, je rugspieren. Je opent je borstkas. Deze op de grond, is deze Superman toch zo? Nee, ja. Als jij het wil. Als je begint echt helemaal los over die bal heen hangend. En dan doe je je handen bij je oren. Oké, mag je nog meer over die bal heen hangen los. Dat je helemaal niks aanspant in je rug. En dan de handen aan je oren. En doe het even op tel. 1. 2. Helemaal los. 3. 4. 5, 12. Oké. Okay. Dan ga je op je voeten en ga je iets verder over de bal heen. Dan pak je hem lager op in je rug. Hetzelfde. Wacht even hoor. Ja hoor. Ja. 1. Iets hoger eruit komen, zeg maar, omhoog komen. 2. 3. 12. Lekker even over die bal heen. Goed. Dit is zo voor Tess helemaal echt goed om die rugspieroefeningen te doen. Zodat je minder snel bol zit, zou ik maar zeggen. Met je rug. Oké. Gaan we andersom liggen met de rug op de bal. Ja, precies. Ietsje verder over de bal heen rollen, zeg maar. Helemaal loslaten, dat je rug helemaal hol wordt. Oké. Handen tegen, vingers tegen je oren aan. Dan kan je niet aan je hoofd trekken. Dan ga je het niet uit je nek halen. En dan gewoon sit-ups. 1. 2. 12. Goed bezig. Nog iets verder naar achter over die bal heen rollen. Nog verder. Nog verder. En hetzelfde. Ik val je om. Je moet weer naar achter gaan, de bal komt. Oké. 1. Kom op, Daan. Niet je hoofd alleen. Jezus. Dit doet alleen zo. Ik heb een kooi. Ja, echt, jongen. Zo, jongen. Ik schrijf mijn nek. Ja, echt. Je moet tot hier van die bal af. Tot waar, wat? Jij deed goed. Ik denk, wat leg ik dan al ver overheen? Ja, wacht. Nu moet de bal iets meer daar naartoe. Nu is het weer te veel. Jij moet over de bal. Gaat het eens af?
Daar, jij doet net gewoon zo. Hij doet er helemaal af. Oh, helemaal naar voren. Ja. Dus ik lach op zich nog niet heel verkeerd. Nee. Oké, helemaal eraf. Nog verder. Ja, daar. Daar. Oké, we beginnen nu. En ik zit hier en dan stoot je op mijn hand, ja? 1. Ja, boem, boem. Links, rechts. Wat? Rechts, links of links, rechts. Ja, tuurlijk. 1, 2. Sneller. Sneller. Sneller overeind. Tak. Toetoem. Tak. Toetoem. Tak. Toetoem. Nog meer aantrekken als je overeind komt. Tak, tak. Sneller. Kun je nog sneller? Moet zo. Heb jij geteld, Tess? Nou, we beginnen gewoon nu. 1. 2. 3. 4. 5. Oké, relax. En jij ook. Oké. 1. Goed zo. 2. Sorry. Nee, heel goed. 2. Mag wel iets harder hoor. Sneller. Maar ik ben echt heel bang dat jou slaat. Nee. Ja, dat is de bedoeling. Ja, niks. 4. Goed zo. Sneller. 5. Sneller stoten. Oh. 6. Tak, tak. 7. Mag ook. 8. 9. 10. 11. 12, super. Even lekker relaxen erop. Hey. Plankstand. Doen we 30 seconden. Doorzakken tot hier. 10 seconden. En weer terug. 30 seconden. Tellen. Ik ga tellen. Succes. Voeten ongeveer schouderbreedte. Ga maar. Billen laag. Billen laag. Hoofd omhoog. Ja. Ben je ook nog aan het tellen of alleen nog maar? Nee, pas als jullie goed staan ga ik tellen. Je rug een beetje recht maken, hoofd omhoog. Die had zakken hier. Oké, 1. 2. Kijk, jullie matsen 10 seconden, oké? Dat is echt heel weinig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspan. Doe het een beetje makkelijker, anders heeft het geen nut. Ga je het even compenseren. Mijn handen glijden af. Zweet al. Oké, weer. Eerst gewoon. Plankpositie recht en dan zak je totdat je ellebogen bij ribben zijn. Nee, en hou, daar blijf je 10 seconden. En hallo? Doe maar tot waar je het wel houdt. Ja, dat je net niet doorzakt, zeg maar. Dit is eigenlijk precies wat gebeurt als een paard niet meer draagt in de voorhand, hè? Dan zakt hij in de voorhand. Ja. Eigenlijk net als just uit die schouder binnenwaarts zoals ik hem te schuin zet. Ja, precies. Precies. Daar hebben mensen een mooi beeld bij. Ja, goed zo Tess, hou dit. Ik doe wel mijn best. Jij doet heel goed je best. Ja. En eigenlijk is dat weer net als wat we met, met die paarden doen. We zoeken dat punt op dat het, nog, dat het net gaat, zeg maar. Op het randje van net niet en dan ga je proberen van wat is er dan hier nodig om het te houden. Maar net als bij een paard, als je in één keer dus veel te veel wil, ja, dan gaat het gewoon ook niet goed. Gaat bij een mens niet zo en een paard niet zo. Oké, dan gaan we het wat makkelijker maken. Denk ik. Gewoon opdrukken op die balzen. Dan hoef je er niet te blijven. De laag, ja.
beginnen met 5 keer, oké? Okay? 5 keer. En Tess, doe hem op je knieën. Ja, dan blijf jij op je knieën. Dan is die iets minder zwaar. Nee, sorry, jij gewoon op je knieën. Ja. Dan kan je zeg maar wel de juiste spieren trainen. Ja. Daan nog even 5 keer. Eén. Dieper. Twee. Lager. Drie. Lager. Vier. Ja, doe maar. Lager. Maakt niet uit. Je zat hem toch nog? Ja, moeder zit met een big smile te filmen. Zes. Ik vind dat het goed is. Oh, we hebben ook nog film. Oh ja. Ja, oké. Okay, is goed. Sterker geworden, ja. Ja, doe jij hem nog eens, Tess? Ja, ja, dat is het dus wel leuk, hè? De link te leggen. Ja. Ja. Laag. Even kijken, stop maar even. Even voor het beeld. Kijk, ik zal het voordoen. Met je knieën. Je bent daar. Je rolt er overheen. En dan zeg maar, maak jij eerst dit. Zo, zie je? Dat wil je niet. Je gaat daar en je blijft recht. Zie je? Dat. Dan kan je met z'n tweeën oefenen. Dus als Daan even boven jou gaat staan. Handen dat je de omhoog treedt. Schouders omhoog. Zij het goede gevoel krijgt. Komt maar. Billen lager. Oh no! Nog meer moet ze eerst de schouders, hè? Ja, ja, ja. Ja, zoals daar op het eind. Nou ja, snap je een beetje waar je moet zoeken? Ik ging bijna op mijn vinger staan. Voel je het een beetje waar je moet zoeken? Ja. Want dat is ook gewoon huiswerk. Trekken, dat je zo recht mogelijk blijft. Daar. Daar. Dat vind ik wel echt moeilijk om dan in je plank nog iets te doen. Ja, maar dat is juist nuttig, want dat is juist paardrijden. In je core stability moet je een been kunnen verleggen of je hand kunnen laten werken. Snap je? Ja. Rechtuit gaat er nog wel, maar wat als je moet appuyeren? Oeh, oh. 1 keer focussen op dat linkerbeen op tilletjes, de duwlijst. En neerzetten. Nu nog eens een keer. Dan nog lager. Ja. Nog lager. Ja. Ja, en los. Goed. Relax. Nou, cool te zien dat jullie allebei verbeterd zijn in core stability ten opzichte van vorige keer. Dat zie je ook met rijden. Dat werkt het. Dus blijf vooral doorgaan. Ja. Ja. Trainen heeft alleen maar zin als je het vaker haalt. En liever 4 keer in de week kort dan 1 keer in de week heel lang. Ja. Dus probeer het eigenlijk minimaal toch wel 2 keer in de week te doen. En dan de oefeningetjes die we nu hebben gedaan die nog niet helemaal gingen. Ga die dus wel proberen om te kijken hoe die volgende keer gaan. En dan verzinnen we weer wat nieuwe dingen, wat andere dingen ook. Maar voorlopig, ja, core stability is eigenlijk het ding waar we op trainen. Ja. Die gaat in een opwaartse lijn. Dus super. Ja, top. Nou, was wel dan leuk om te zien dat ik nou dan die ene vorige keer eigenlijk helemaal niet kon. Nee. En dat die nu beter gaat, maar dat we ook zien dat het doorzit dat ik dat makkelijker volhoud. Ja, precies. Dus dat je wel echt merkt dat daar dan vooruitgang is. Nou, dan weet je ook waarvoor je het doet, hè. En dan motiveert het ook. Want ja, het is niet altijd leuk dat je zelf traint. Nee. En dan op een gegeven moment denk je, ja, maar goh, wat doe ik het voor? Ja. Maar als je dan merkt in één van, hé, ik kan beter zitten, nou, dat doe je dus voor. Ja, precies. Ah, super. Nou, top, dankjewel. Goed werk, dames. Gaan we nu nog even Daan afdrillen? Ja. Ja?